Met het doel de samenleving op effectieve wijze te informeren over de wet Belasting op de Toegevoegde Waarde, BTW, heeft de Belastingdienst een website gelanceerd. Dit is vanmiddag gebeurd tijdens een persconferentie in Hotel Marriott. De slogan van de website is Samenleven, Samen Kiezen, Samen Betalen. Belastingdirecteur Roy Mee zegt dat het proces om te komen tot de BTW op 16 november vorig jaar is ingezet. De bedoeling is volgens hem dat de BTW over ruim 3 maanden wordt ingevoerd op wel 1 juli. Mee benadrukt dat om dit te bereiken er zelf 8 dagen in de week gewerkt zal worden. De BTW zal in de plaats van de omzetbelasting komen, zegt de belastingdirecteur. Die belasting was goed. 20 jaar geleden was die goed. Er zijn heel wat ontwikkelingen in die 20 jaar... geweest die maken dat wij toch wel richting de BTW moesten kijken. Hebben we ook gedaan. En we hebben geconstateerd dat die BTW meerdere voordelen biedt dan die omzetbelasting. Die omzetbelasting is een eenmalige heffing. Je kan geen geld terugkrijgen. Die BTW is een meermalige heffing. Dus wat je betaald hebt, krijg je terug. Dat soort zaken zijn heel erg belangrijk. En de BTW is rechtvaardiger. Het heeft een breed vlak, ja, waar je die BTW kan heffen. Mensen die in de informele sector zijn, die kunnen als gevolg van BTW in de formele sector terechtkomen. Mee geeft verder aan dat het percentage van de BTW nog niet is vastgesteld. De Belastingdienst zal weliswaar in de regio kijken naar het gemiddeld percentage en daar aansluiting op zoeken. Het percentage dat zal gelden voor een verlichting van de loon- en de inkomstenbelasting zal niet veel of ver afwijken van het percentage van BTW. Dus dat is ook iets dat, daar heeft hij een hoofd vast aan, denk ik. Zoals je bij de omzetbelasting nu hebt, heb je vrijstellingen en je hebt geen verlaagd tarief. Maar de BTW geeft je die mogelijkheid wel om met een sociaal tarief te werken. Ook daar denken we aan. Bijvoorbeeld zaken dus in de medische sector, zaken, culturele zaken, sociale zaken, zaken voor sociale doeleinden en dat soort zaken. Om die met een sociaal tarief te belasten en de overige zaken natuurlijk gewoon een normaal tarief. Het tarief dat geldt voor de BTW. Belastingdirecteur Mee vanmiddag tijdens een persconferentie over de invoering van de wet Belasting op de Toegevoegde Waarde, BTW. Hij zegt dat met de invoering van deze indirecte belasting de informele sector nu ook gaat meebetalen. Voorafgaand aan de officiële invoering van de BTW zal er een informatieve campagne opgezet worden. De burgerij zal vanaf vandaag op de website ook informatie hieromtrent kunnen krijgen.